dag 7 en ik ga lekker beginnen met het openen van mijn adventskalenders. Laten we beginnen met die van Look Fantastic te gaan openen. Vakje nummer 7. Wat zit erin? Die ken ik. Dit is de Ritual of Ayurveda, the natural oil for body and hair. Mijn favoriete ritualsgeur. Komt zeker van pas. Super blij mee. Let's close you up. Huppakee. Over naar mijn kalender met Amerikaans snoep. Vakje nummer 7. Die extraatjes van gisteren, want ik had die dubbel gekregen, liggen hier nog. Maar waar is vakje nummer 7? Hier zo, langs deze kant. Oh, vakje nummer 7 zit goed vast. Oeh! Iets een lange... Nee, het zijn er twee. Of is het één... Nee, het is een gebroken Twizzler. Ook al wel van gehoord. Twizzler Strawberry. Nog nooit geproefd. We hebben nog geen avondeten gegeten. Dus die ga ik lekker opzij leggen. En ofwel vanavond, ofwel gewoon terug. Gewoon een paar snoepjes opsparen. En het dan in één vlog enkele testen. Zoals ik in de vlog van gisteren gedaan heb. Maar dus voor vandaag terug een snoepje. Vandaag wordt een toffe vlog, al zeg ik het zelf. We gaan namelijk de kerstboom omhoog zetten. We gaan hem decoreren. We gaan heel het appartement een beetje kerstig maken. Vind ik super fijn, super leuk om te doen. We hadden eigenlijk geen echte planning gemaakt voor wanneer we de kerstboom willen zetten. Je zou dan kunnen zeggen Sinterklaas is geweest en we zetten de boom. Maar zolang dat er geen kinderen zijn, maakt dat voor ons eigenlijk niet zoveel uit. Het was eerder zo een gevoel van, ja, we moeten er echt wel zin in hebben om de boom te zetten. En vandaag was die dag. Gisteravond begon het bij mij toch ook al wel te kriebelen. Maar vandaag is de dag. Vandaag zetten we lekker de kerstboom op. Dus ja, dat gaan jullie sowieso in deze vlog zien. Eerlijk gezegd, er is eigenlijk al een ganse dag voorbij. Het is al 4:15 s'avonds. Ik heb vandaag niet veel gedaan. Ik heb me gewoon 's morgens lekker uitgeslapen. Ben dan lekker gedoucht, klaargemaakt, die dingen. Ik ben tot bij mijn ouders thuis gefietst, daar eventjes geweest. Die waren ook bezig met alles kerstig te gaan decoreren in huis. En ja, het begint bij mij echt wel te kriebelen. Dus dat gaan we zo dadelijk ook doen. Ga je niet zo dadelijk ook in de vlog zien. Dus dat ga je in deze vlog zeker voorbij zien komen. Ik heb er keiveel zin in. Current situation, de drie delen van onze boom, 1, 2, derde op tafel, beetje decoratie, deel 3 van de boom en nog meer decoratie. En dan heb ik in ons bureau nog deco van in de Action en de Primark staan. Op Netflix gezocht naar iets tof om op de achtergrond te spelen, aangezien we Elf allebei kennen en heel leuk vinden, gaan we gewoon lekker Elf op de achtergrond opzetten. Kerstboom, die komt daar zo. Let the timelapse commence.
vlogmas dag 7. En hier is onze boom. Ik zal hem zo dadelijk eens helemaal laten zien. Want jullie hebben wel gezien hoe we hem hebben aangekleed en zo. En ik heb een paar close-up beeldjes gemaakt. Maar ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Elf is nog altijd bezig. Dat was heel leuk op de achtergrond. Ik vind dat die strik best wel tot zijn recht komt op onze grote boom. Er zitten superveel ballen in, maar dat was vorig jaar ook zo. Dat is een look die we allebei wel heel mooi vinden. Nico is ondertussen frietjes gaan halen. Een gemakkelijk avondmaal, zeg maar. Oh, ik ben er echt helemaal verliefd op. Dat vind ik er ook heel leuk bij staan. Ja, dit is echt... echt... ja, ik heb er geen woorden voor. Ik vind hem super mooi. Kleine kattenupdate: in de doos van ons kerstgrief had ik vorig jaar dit gestopt. Waarschijnlijk met zoiets van, ja, volgend jaar zal je het nodig hebben. Ik heb hem al gevuld, ik heb hem al een paar keer gebruikt. Het is gewoon meteen de korte pijn, gewoon met wat water. Onze kater, Olly, die kruipt er nu al niet meer in. Hij kent het geluid precies al van de spuit. En dat is al een succes op het klein uurtje dat we ermee bezig zijn. Olivia... dat is een beetje moeilijker. Die is wat nieuwsgieriger dan Olly. Maar het is gewoon korte pijn. Ik ga me een paar dagen bezighouden met die... ja, met de plantenspuiten gaan gebruiken. Gewoon, ja... moet gebeuren, jongens. Dus het spijt me zeer. Het is niet fijn, maar... als dit de manier is om het ze af te leren, dan graag. Dan rest ons nu nog om de frietjes te gaan eten. En ook om de living wat meer te gaan decoreren, kerstig te maken. Dus let's go! Kerstboom achter mij, buikjes goed gevuld. Ik heb hier en daar al wat decoratie neergezet. Ik wil jullie dat wel eens heel graag eventjes snel laten zien. Want het is wel wat meer dan dat we gewoonlijk zetten. Ik ben toch voor de twee platen uit Action op elkaar gegaan. Want ik vind die look op zich niet verkeerd. Zeker als je ziet hoe groot dat de tafel is. Dus het rode onderbordje, het sterretje, heb ik allemaal in de vlog van gisteren laten zien. Dus de prijsjes kan je daar vinden. Dit gingerbread mannetje had ik nog. En ik heb daar zo een Yankee kaarsje in gezet. Dan het sterren theelichthoudertje van Action. Een theelichtje van The Rituals. Ik heb hier een Yankee candle in gestopt. En ik heb het plastiekje er nog niet afgehaald, omdat ik heel graag de naam wil onthouden voor wanneer ik hem ga branden. Dus All is Bright, dat was Nico's favoriet. Dit theelichthoudertje uit de Primark. En ook hierin zit zo een Yankee candle in de geur Winter Wonder. Zo, en dan het gouden rendiertje heb ik hier ook gezet. En aan de andere kant van de salontafel staat mijn favoriete geurkaars van Bath & Body Works. De Winter Candy Apple. En hij is zo goed als op, dus die ga ik zeker een van de komende dagen opbranden. En die staat in het midden van het theelichthoudertje, ook van de Action gekocht gisteren. Dus die heb je ook in mijn vlog van gisteren gezien, met dan de olifantenstompkaars erop. Dus dat tafeltje, dat ziet er dan zo uit. En dan naast de tv heb ik een paar dingetjes gezet. De Advent Countdown, ook uit de Action, maar die heb ik daar van de week niet zien liggen. Dus ik denk dat die al helemaal weg zijn. Dit komt van bij de Primark. Zo een rendier met bomen. Decoratief stuk. En dat kaarsje komt ook van bij Primark. Volgens mij is het een geurkaars. Ja, dat is een geurkaarsje. Wel zilver, wat niet echt 100% bij het thema past. Maar we kunnen het wel door de vingers zien. Aan de kattenpaal een klein decoratief stukje. Ik denk niet dat het hier lang zal staan, maar dat peperkoekenmannetje knuffeltje. Onze rolletjes zijn nu wel toe, maar hier in het midden ervan heb ik dan die snow globe gezet. Zo, die had ik al liggen. All I Want for Christmas is You. En dan de Yankee theelichthouder met dan mijn favoriete Yankee kaart erin, pomegranate gin fizz. Voorlopig staat het rode kegeltje in de hoek van de kamer. Dat is eigenlijk de deur naar ons bureau. Maar dat is de hoek van de kamer. Ik denk niet dat ik hem daar ga laten staan. Maar voorlopig is dat wel de beste optie. En voor wie dat de Action Shop nog niet gezien heeft, die komt ook vandaar. En dan heb ik hier in onze keuken nog een paar dingetjes liggen. Waaronder de super toffe glazen, ook van bij Action. Maar die heb ik daar eergisteren ook niet zien liggen. Dus volgens mij zijn die ook al weg. Zo verschillende tekstjes erop, vond ik super leuk. En de placemats, die heb ik nog wel gezien. Die komen ook van bij Action. Zo, een klein dingetje om te veranderen, maar het maakt het meteen wel kerstig. Deze servietjes die had ik ook nog liggen. Dat zijn er van bij Primark. Heb ik vorig jaar gekocht. Even tijd voor een opvoedingsles. De katjes, want ik hoor de boom bewegen.
Het was Olly weer. Het gaat eventjes duren, maar ik denk dat ze wel snel gaan beginnen luisteren. Maar dus, waar zat ik hier? Ik denk dat ik bij dit zat. Het kan nog ergens een plaatje krijgen, maar ik ga het voorlopig even opzij zetten. Dit hadden we ook nog liggen. Die hebben we 2 jaar geleden bij de Action gekocht. Maar hier weet ik ook niet meteen een plaatje voor, dus die leg ik ook eventjes opzij. Ik heb ook nog dit Hello Winter, zo'n grote kader. Daar zitten ook lampjes in. Maar hier weet ik ook niet 100% zeker wat ik ermee ga doen. Ofwel in de gastentoilet, ofwel in onze badkamer zelf. En dan de vaas met die kunstbloemen in. Ik vind dat super mooi geworden. Ik heb daar zo wat van dat tinsel in gestopt. En zo wat ledlampjes bij gestopt. Ik weet eigenlijk niet of dat heel veilig is of dat dat zo wat warm begint te worden. Ik vind het er echt mega mooi uitzien. Maar ik weet niet goed waar ik het moet zetten. Want op de grond staat het zo wat verloren. Ik vind het er echt super mooi uitzien. En het is helemaal mijn ding. Maar ik weet niet goed waar ik dit ga zetten. Ofwel gewoon in ons bureautje als decoratie. Of ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het er echt al heel leuk uitzien. Maar ik ga het voor vanavond achter de deur zetten. Zodat de katten zich er geen weg in kunnen vinden. Maar ja, dit. Ik vind het geslaagd. Maar ik ben nog wat aan het twijfelen over de positionering ervan. Ik zal het zo zeggen. Ze zijn natuurlijk nog steeds nieuwsgierig. En zoals hij hier nu ligt, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ze hebben zo de gewoonte van er echt te gaan inkruipen en er zo rond omhoog te gaan. Zo was het vorig jaar toch. Maar zoals hij hier nu ligt, ben ik er best wel tevreden mee. En als het dit zal zijn voor de rest van december, oké. Oh my god, en ik ga gewoon deze vlog kunnen afsluiten voor de boom. Ik heb jullie eventjes op mijn tafeltje gezet. En ik ben er super blij mee met hoe dat het uiteindelijk is geworden. Ook zo alle decoratie hier in de living vind ik al super leuk. Ik bedenk me ook net dat we een kerstig dekbedovertrek hebben. Dat ga ik morgen opleggen. En ik had bij Primark ook nog super leuke keukenhanddoekjes gekocht. Ook heel kerstig. Die ga ik morgen dan ook gewoon in de keuken plaatsen. En dan is het hier 100% kerst. Love it. Ik ga de vlog hierbij dan ook afsluiten. Het is 11 uur. Ik ga nog bewerken. Lekker slapen. Morgen is een super drukke dag. Super druk. In die zin dat wij meedoen aan de Urban Walk in Brussel. Zo 2 maanden geleden ongeveer kwam dan in het nieuws een Urban Walk in Antwerpen. En die wandeling die ging door heel wat plaatsen en plekjes waar dan normaal geen publiek binnen kan. En we vonden dat allebei een heel leuk idee. En dan zijn we dat gaan opzoeken. En dan morgen in december, 8 december... Deden ze het in Brussel en in Brussel komen wij niet zo heel vaak. Nu zijn we in de week wel naar de kerstmarkt in Brussel gegaan, maar Brussel zelf is zo... Ja, wij komen daar echt niet zo heel vaak. Dus het zal heel fijn zijn om eens ook door die plekjes te gaan wandelen. Wij zijn allebei niet echt wandelaars. Wij wandelen op vakantie wel gauw heel wat kilometers. Maar de wandeling van morgen is er 11 kilometer. Best wel een fikse wandeling. Ik hoop maar dat het weer een beetje mee zit. Het hoeft niet kei warm te zijn of zo, maar gewoon droog. Dat zou ik toch al heel graag hebben. Dus ja, voor morgen gewoon lekker uitslapen. Ik ga de vlog nu nog bewerken. Hierbij sluit ik de deze dan ook helemaal af. Super blij dat de kerstboom staat, dat het hier allemaal een beetje kerstig is. Ik hoop dat je hem tof vond. En tot morgen. Dag.